Hi Steenbok, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 27. En het is van maandag 1 juli tot en met zondag 7 juli. En dan staan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor de Steenbok gaat brengen. Het lijkt een week te zijn, Steenbok, waarin je wat twijfels hebt over van alles. Ik heb wel het gevoel dat je behoorlijk wat aandacht wil geven aan de dingen om je heen, mensen om je heen, zaken om je heen. Alles heeft je interesse en alles vind je leuk. Alleen ik heb het gevoel dat je daardoor niet heel veel verder gaat komen. En het is natuurlijk niet altijd dat je altijd stappen moet zetten. Hè? Probeer voor jezelf te onderzoeken wat je wel wilt. En probeer ook echt daarachter te staan. Hè? Het is helemaal op zich niet erg als je de ene dag dit wil en de andere dag dat wil. Maar op het moment dat je alleen maar verschillende dingen wilt en iedere dag wil je iets anders, kom je eigenlijk ook niet verder. En daar ga je heel erg voor jezelf aan twijfelen. Dus probeer gewoon wel te doen wat je leuk vindt. Natuurlijk moet je dat doen. Maar probeer er wel echt, als je ergens voor wil gaan of voor iemand wil gaan, probeer er dan ook echt helemaal voor te gaan. En niet dat je de ene dag dit doet en de andere dag dat. Maar kies bewust voor wat je wil. En op het moment dat het je wat te veel wordt, neem even een stapje terug. Maak voor jezelf duidelijk wat je wil. Wat je langere termijn planning moet zijn. En dan zul je zien wie daar vanzelf in gaat passen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en wens je sowieso een super fijne week.